Hallo en welkom, ik ben Sabrina en ik heb deze keer de goodiebox van Maart. Hij ziet er echt super leuk uit. Dit is echt een heel erg leuk design met allemaal bloemetjes. Ik zal hem even van dichtbij laten zien, want dit is echt wel een box om te gaan hergebruiken. Ik klink trouwens nog steeds een beetje nasaal, want ik ben nog steeds niet helemaal van mijn verkoudheid af. Goodiebox is trouwens €19,95 per maand en ik ga laten zien wat er deze keer in zit. Er staat op de liefde dat deze goodiebox een samenwerking is met de Dutch Beauty Awards. En je kan dus ook je stem uitbrengen op het product dat volgens jou de winnaar is. Hij ziet er zo uit deze keer en ik was dit echt al helemaal vergeten. Maar ze hebben dus een extra product erin gestopt, of eigenlijk extra. Dit zou er eigenlijk vorige keer in zitten, maar er was toen geloof ik een leveringsprobleem. En toen hadden ze in plaats daarvan een haarolie erin gestopt, wat ik eigenlijk echt een prima vervanging vond. Maar heel netjes, dus ze geven alsnog het product van Fix & Rouge erbij. Dit is van Fix & Rouge, de Hydra Matte Pore Correct Velvet Cream. En er staat bij dat het een limited edition is, in blush pink. Als het goed is, is dit gewoon een primer, want er staat dat je hem na je dagcreme moet aanbrengen en voor je make-up. En dan gaan we nu beginnen met het eerste product van deze maand. En dat is van NaOB, de Detox Unpolluted Illuminating Micellaire Water. En er staat bij dat er aloe vera, groene thee, raspberry, lemon en sage in zit. Er staat hier dat het voor 98% natuurlijke ingrediënten zijn. En er staat ook dat groene thee en framboos samen tegen milieuvervuiling werken. Citroen, dat helpt de huid egaliseren. En salie en aloe vera hydrateren en kalmeren door huid. Oeh, hij ruikt ook heel erg fruitig. Ik ruik die framboos wel een beetje. De winkelwaarde is €11. Dan gaan we door met het tweede product. En dat is de Mind Hand Sanitizer. Met scent geranium van Moshi Moshi Mind. Er staat op dat het 70% ethanol is en dit is 40 ml. Er staat bij dat dit na een paar seconden verandert in een vochtinbrengende crème. En dan gaan de shea butter en amandelolie werken. Dus ik ben heel benieuwd of dat ook echt zo werkt en wat je dan ruikt. Kijk, het is echt een beetje een jelletje. En oeh, het wordt wel waterig. Maar je moet hem dus in je handen smeren. Oeh, hij ruikt wel echt. Hij ruikt heel erg naar handdesinfectiemiddel alsnog. Maar er zit nog iets anders in, waardoor die dus heel erg naar Sambuca ruikt. Oh, daar ben ik zo ziek van geweest. Als ik dat ruik, dan vind ik dat niet heel prettig. Maar hij moet dus veranderen in een soort van vochtinbrengende handcreme. Ja, dat merk ik nog niet heel erg. Ik vind het meer echt gewoon een desinfectiemiddel. Ik weet niet of ik dit top vind werken. Op zich leuk bedacht, maar ik vind het niet. Ik denk dat het elkaar toch een beetje uitsluit. De waarde hiervan is €11. En dan zijn we bij een derde product. En dat is een mascara van Essence. Dit is de Lash Princess False Lash Effect Mascara in Waterproof. Wat ontzettend fijn dat er een keertje een waterproof mascara in zit. Ik zal het borsteltje meteen eventjes laten zien. Dit is het borsteltje. En het is ook gewoon een full size dit. Dit is blijkbaar de bestseller van Essence en de winkelwaarde is €3,29. Oeh, dan gaan we door met een product van Marie Stella Maris. En dit is een lipbalsem. Er staat Moisturizing and Repairing en dit is 12 ml. In een eerdere goodiebox zat een handcreme van Marie Stella Maris. En dat was zo'n lekkere handcreme. Die geur was echt waanzinnig. Ik vond dat echt een topproduct. Een van de beste producten die ik in de goodiebox heb gehad. Deze ruikt een beetje mentholachtig. Lijkt het wel. Blijkbaar gaat een gedeelte van de opbrengst van de Marie Stella Maris producten naar schoon drinkwaterprojecten. In deze lippenbalsem zit onder andere shea butter, amandelolie en jojoba olie. En er staat hier inderdaad dat hij ruikt naar eucalyptus en menthol. Ik vind het zelf echt een heel leuk product om in de box te krijgen. Ik ben hier echt heel erg blij mee. Dan gaan we naar het vijfde product uit de box. En dit is de Peel Off Mask van Yorgobé. En er staat This Unique and Effective Original Black Peel Off Mask was specially developed to penetrate deep into skin pores to minimize and prevent blackheads, impurities and oily skin in the T-zone. En dit is 100 ml. Er staat heel groot op shake well before use, dus dat zal heel belangrijk zijn bij deze. En je moet hem ongeveer 25 tot 30 minuutjes op laten zitten. En hij wordt dus helemaal hard en dan kan je er gewoon zo van aftrekken. Het ziet er best wel luxe uit, de verpakking. En er zit trouwens, ik heb hem er even uitgehaald, en er zit nog een klein zakje in de verpakking. Er staat hier dat dit White Tea Balancing Cream is. En dit is gewoon een sampletje van een dagcreme van Yorgobé. De prijs van dit maskertje is ook niet mis, want hij heeft een winkelwaarde van €26,90.
Dan zijn we bij het laatste product uit de box. En dit is echt een van mijn favorieten. Dit is namelijk de Professional. En het is een pore primer van Benefit. Ik smeer dit spulletje altijd een beetje op de T-zone. En het voelt een beetje apart. Een beetje een soort van siliconenachtig. Het smeert heel erg lekker. En je ziet echt dat je poriën een soort van vervagen als je het erop smeert. Dus het werkt echt als een trein, vind ik. En je doet ook heel erg lang met dit kleine tubetje. Ik heb 2 van deze tubetjes opgemaakt. En daar heb ik echt lang over gedaan. En ik ben überhaupt best wel te spreken over Benefit. Ik heb vorig jaar ook de adventskalender van Benefit geunboxed. En ik vind heel veel van hun producten gewoon kwalitatief heel erg goed. Ik vind het echt een hele geslaagde box. Ik ben sowieso heel erg blij met die lippenbalsem van Marie Stella Maris. Maar ook met die Professional van Benefit vind ik echt top gewoon. En ik ben ook heel erg nieuwsgierig naar het maskertje van Yorgo B. Dus ik vind dit echt een hele toffe box. Ik hoop dat jullie het ook een leuke box vonden. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.